Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we opnieuw een aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee, maar er zijn ook opklaringen. Vanochtend al in het oosten en zuidoosten en later vandaag komen die vanuit het westen. De meeste bewolking dus daardoor in het noorden van het land. Het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen vanochtend 12 tot 15 graden en vanmiddag lopen ze op naar 15 tot 17, misschien lokaal 18 graden. Er is een hele kleine kans op een bui in het binnenland. En zoals gezegd, vanmiddag dan de meeste zon in de kustprovincies. Ook vanavond een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En ook dan is het op de meeste plaatsen droog. Pas in de loop van de nacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen overdag trekt een buiengebied dan van noordwest naar zuidoost over het land. De buien bereiken in de loop van de middag ook Limburg. Daar de hoogste temperaturen: 17 à 18 graden. In het noordwesten: 14 graden. Maar daar breekt later op de dag de zon weer door. Vrijdag en zaterdag schijnt van tijd tot tijd de zon, met vrijdag later op de dag weer regen, zaterdag een enkel buitje en zondag vallen de buien vooral pas in de avond. Tot die tijd is het vrij weer met temperaturen van zeker 18 en misschien zelfs 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.